Strand in Scheveningen. Ik sta hier opnieuw in het beachstadion. Wordt afgebroken, dus is het afgelopen. Harold, hoe is het vandaag gaan? Ja, we hebben een hartstikke mooie wedstrijden gehad. En zoals je nu nog ziet, super weer. Dus het was een succesvol weekend. En wat zijn de volgende data? John. Volgend weekend is GBR Eredivisie Beachvolleybal op voor de heren. Weg, zie je? En voor de dames wordt gespeeld midden in de stad Groningen. Dus mooi weer willen jullie hebben. Ja, graag. Als je kunt regelen. Krijg je ook wat ontzettend warm. En vandaag waren pittige buien. Maar zoals ik gisteren al zei, hier in de kustgebied kregen we weer in de meeste zon. En dan moeten we het ook over prijzenwinnaars hebben. Hier staan jullie weer, hè? Danielle en Michelle. Ja. Hoe is het gegaan? Ja, de eerste geworden. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. En hoe staan jullie nu in het algemeen klassement? Zo goed als de eerste. En wat is nu de volgende wedstrijd ook alweer? BK Senior over Aantal en Moesel gaan we daarheen. Ja, dat was het. Stavanger, Noorwegen. Nogmaals, heel veel succes en gefeliciteerd. Ja, hartstikke bedankt. Maar we hebben meer prijswinnaars. Want, Harold, vandaag toch die start van de zomer. Ja, omdat vakantie het leukste is wat er is, hebben we 10 jaar vakantie weggegeven. En dat hebben we weggegeven hier in het publiek. Dat klopt. En de winnaar is Yvonne.